2,5 miljoen kiezers voor de PVV. Ja. Hoe ben je opgestaan die verkiezing? Ik ben niet opgestaan. Ik zeg gewoon eerlijk, die dag bleef ik gewoon in bed. Ik moest, die avond had ik wel nog een interview, ben nooit meer slapen. Maar ja, ik vond het een hele pittige uitslag. Ik was verdrietig, teleurgesteld, boos, alles. Maar ik merkte wel de volgende dag al, merkte ik wel van ja, weet je, die dag heb ik echt bizar veel DM's gekregen over van mensen. Bericht op Instagram. Bericht op Instagram van mensen die op de PV hebben gestemd met over ja, maar ik ben geen racist, maar hij benoemt iets wat ik voel. En zo, dus daar heb ik heel erg over nagedacht van ja, maar hoe kun je dan op iemand stemmen die... Die eigenlijk alleen maar nee zegt tegen van alles. Weet je, nee tegen mij, tegen jou. Nee tegen klimaat. Nee tegen... ja tegen racisme. Weet je wel, zo'n racistisch karikatuur weer terug willen halen. Maar wat wel mooi is, wat misschien wel mooi is, sorry dat ik je onderbreek, is dat jij bent natuurlijk altijd wel van de verbinding geweest. Je hebt heel veel moeite gedaan altijd om andere groepen te vinden, in gesprek en in dialoog te raken. Als die mensen jou zo'n bericht sturen, zeggen ze eigenlijk... Ik wil best met jou praten. Zeker. En dus ik ging in gesprek. En dan kom je erachter dat het dus niet gaat om die lelijkheid die hij 17 jaar lang heeft verkondigd, waarmee hij heel veel mensen pijn heeft gedaan en verdeeldheid gekeerd. Maar om dingen die ook andere partijen benoemen. Maar hoe het dan komt dat dan toch die stem naar zo'n partij gaat die letterlijk mij uitsluit. Dat is pijnlijk. Maar ik merkte vooral de volgende dag werd ik wakker. Dacht ik, nee man, kom nou. Rug recht, hoofd omhoog. Trots zijn. En eigenlijk sinds die dag is dit boek misschien actueler dan ooit en belangrijker dan ooit. Ja.